We hebben natuurlijk heel hard gewerkt. Wij vroegen ons nou af of wij zijn geslaagd. Aangezien ik altijd zo uitgesproken ben over reclames, is Fanta van mening dat ik het maar eens lekker zelf mag gaan proberen. En daarom ga ik de hele zomer samen met een team van 4 creatieve bazen reclame maken. Wij zijn de baas. Dit is Baas zijn met Calvin. Oh. Hey. Yo. Hey. Goed. Ik heb slecht nieuws, lief baasteam. Het einde van de Baas zijn met Calvin serie is in zicht. Maar mochten er nou mensen zijn die geen idee hebben waar ik het over heb, dan is dit even Baas zijn met Calvin in het kort. Dit is onze bus / kantoor / eindbazen office voor deze zomer. Wat willen we laten zien? Je hebt die smaken kiwi en aardbei. Ja. En dat contrast willen we heel erg laten zien. 30 seconden gereserveerd voor een commercial op Primetime TV. Ik heb op een school gezeten dat ze eigenlijk al helemaal over reclame gaat. Actie! Oké, we begonnen bij opdracht 1 natuurlijk. Opdracht 1 was de promotie van de gedraaide fles. Ja. Ja. Absurd. Zeg, wat ging er door je heen? Fanta battig. Maar ik neem volledige verantwoordelijkheid samen met hun voor deze actie. Je had de eerste dag met mij doorgebracht. Toen zat je terug in de auto of in de trein naar huis. En wat dacht je toen? Van, oh, die Calvin is echt een... Grapjas. Ik vond je wel chill. Vond, hè? Vond. We hebben natuurlijk de eerste video geüpload waarin we in het Fanta bad gingen met Prankster. Mm-hmm. Met de boys van Prankster. Mm-hmm. We gaan even wat comments bekijken gewoon. Het voorhoofd van dat joch is mijn fetish. Wat? Oh, wauw. Welk? Wie? Denk, wie? Zijn je? Wie is voorhoofd? Ik hoor. Ik ben gewoon lelijk. Lol, ik heet ook Gijs. Hey! Nice. Lekker man! Ja. Prankster had in dat bad gepist en Calvin loopt er lekker in te graaien. Precies, hey, had ik ook gelezen. Prankster, dankjewel dat je het hebt gezegd. Ja. Calvin is echt de papa van de groep, haha. Vinden jullie mij de papa van de groep? Ja, ja. Echt? Ik ben gewoon vader geworden. Dit is wel echt emotioneel vandaag. Oh, nee. En we hadden natuurlijk onszelf de vraag gesteld in de video, wat is normaal? Er zijn heel veel inzendingen gekomen. Roze slippers. Ik weet niet of roze slippers normaal zijn. Altijd wel als je roze slippers normaal vindt. Niemand. Okay. Een vork met een fidget spinner erop. Ja, dat vind ik normaal. Nee. Dat is niet dagelijks. Een wc-rol. Vind jij een wc-rol niet normaal? Nee. Wc-rol is echt het meest normale ding. Hoor. Iedereen heeft wc-rollen. Een papiertje. Een schaar. Ja, oké. Nou, die hebben we ook uiteindelijk gebruikt in design. Yo, look at this, Baas zijn met Calvin, man. Yo, lekker gaan op de Ziggo Dome, je weet toch? Hero, Twisted Designs, hoppakee, lekker man. Hey, shout-out naar het hele Baas-team. Shout-out naar iedereen die iets heeft ingestuurd. We staan er, man. Nice, nice. Ja, hij gaf ons gewoon het idee dat we het oké deden. Zij bracht ons echt op gemak, zodat we onszelf konden zijn. Bij de eerste ontmoeting, ja, het was natuurlijk allemaal een beetje snel. Weet je. We kwamen bij de studio en, hoi, ook even, hoi, leuk, weet je, zo ging het. Slank, blond, Nederlands, Groningen, Oer-Hollands, stamppot. Ja, gezellig, druk, wel gewoon ook wel chill af en toe. Gewoon niet altijd heel erg druk, maar gewoon ook wel gewoon rustig, chill. Wow! Yo, hey. Opdracht 2 was gaande. Yes. Opdracht 1 was voltooid. We waren allemaal blij, we waren allemaal trots op onszelf. Toen kwam opdracht 2, namelijk de nieuwe smaak strawberry kiwi. Zeg het. Dat was het leukste, vind ik. Voor de mensen die niet weten wat we hebben gedaan, we hebben een liedje gemaakt ter promotie van de nieuwe smaak strawberry kiwi. Die is heel goed ontvangen. Die is volgens mij iets meer dan 200.000 keer bekeken. Mensen vonden het allemaal episch, mensen vonden het allemaal nice. Woe. Hoe vonden jullie het om alles onder te mogen gooien met verf? Geweldig. Ja. Kinderdroom. Dat was echt. Hoogtepunt was dat. Zo'n fucking puinzooi, jongens. Dit zijn de foto's van achteraf. Het is allemaal één bruine boel. Op beeld lijkt het allemaal groen-rood. Ja. Oh, het was gewoon bruin. Dat is gewoon kakken eigenlijk. Het liedje is tot stand gekomen door een samenwerking tussen DJ Roberio en onze grote vriend Joep. En de mensen thuis die allemaal geluiden hebben ingestuurd. Ja. Hebben jullie enig idee hoeveel dat er waren? Doe eens een gokje. 1000? 2000? Zoiets? 10.000. Jezus. Ik zag heel veel comments onder de video van, joh, je zou toch geluiden verwerken? En ja, dat hebben we ook gedaan. Dat is gebeurd. Misschien herkennen jullie dit. Ja, ja, die ken ik. Dat ja, was ja. Het. Ja. Dat oh. was het. Oh. Waar kwam die dan? Was dat ratel of zo? Ja, ja. Maar volgens mij heb ik die ook wel teruggehoord hoor. Ja.
Je kan hier niet op haten, dit is gewoon hard, man. Deze is zo hard, Spotify, Spotify. Yo, je weet het zelf, hij staat al lang op Spotify. Blijf het streamen, blijf het doen, blijf ervan genieten. Ik ben net gedumpt, voel me na deze video al stukken beter. Je break-up is fucked up, maar we zijn ervoor. Leukste foto, Toch wel voor de bus, dat eerste moment. Ja, het team van de videoclip. Ja? Ja. Toen met dat verf en zo, dat we ja, uiteindelijk zeg maar, de soort van afterfoto van de videoclip. Ja, we moesten de laatste opdracht moesten we doen. En die is, nou ja, weet je, het zal geen verrassing zijn. We hebben hem weer genaild. Geen lauw. Dat was een commercial. Kijk, eigenlijk is dit hele avontuur natuurlijk begonnen met het feit dat ik al jarenlang een bepaalde mening heb over tv-reclames. En nu Fanta zoiets had van, oké, dan doe je het maar lekker zelf. Dus dit was de finale eigenlijk. Dit vond ik ook het spannendst. Waren jullie, zeg maar, na al deze weken elkaar nog niet zat? Of mij? Als je mij zat was, mag ik het gewoon zeggen. Nee. Nee. Ja. Ja, was je me zat? Ja. Ja. Nee, nu. Nu! Hoe vonden jullie het? Echt vet. De locatie ook, dat was ook vet hoor. Ja, we hadden echt de mooiste locatie ever. Volgens mij zijn er ook nog wat behind the scenes beelden geschoten. Dus Levi heeft het gefilmd. Oh ja, en wat en jij? Hey Bart, gaat goed met jou? Stil. Dus Jules, hoe is leven? Goed. Oké, okay, heb je het naar je zin? Mm-hmm. Ik niet. Actie! Aha, de high five van Bart en Peter was heel ongemakkelijk. die gaan we nog even bekijken in herhaling, mensen. De vraag om mee te mogen spelen in de commercial. Jullie mogen op Primetime TV eventueel mee acteren. Peter die zat te wachten en ik zo... Oké, het werkt. Ik ben nu van tak... Kiwi aardbei aan het drinken. Topper. Hey, missie volbracht. Gijs. Hey, lekker pik. Oké, het werkt. Ik ben nu Fanta Kiwi aardbei aan het drinken. Dat zei ik echt een paar seconden geleden. Echt? Nee, Nicky wow. Dat ook zei. Hey, leuk Bart. Hey, lekker Bart. Hey, nice. Zei dat echt? Ja. Nee. Ja, sowieso. Ja? Ja. Als je mij zou vragen, uiteraard. Ja. Maar als ook veel andere mensen mij gaan vragen, natuurlijk. Ja. Wat zou je tegen de kijkers willen zeggen? Iedereen die nog muziek nodig heeft, give it up voor DJ Roberio. Ja. Doe even je shout-out. Nou, volg me op Instagram, DJ Roberio. That's right. Yes. Kom op. Drop the beat. Ja, zonder twijfel. Ik vind het super gaaf om te doen en ik zou het zeker doen. Maar... Prank! Prank! Prank on me! Prank het! Prank! Lekker! Woo! Nice! Love you! Oeh, dat is heel moeilijk. Sorry, Nicky. Ja. Ja, je spent toch veel tijd met elkaar en zo. En nu opeens is dat allemaal weg. Ja, tuurlijk. Ik heb een hele leuke tijd met jullie gehad en het gaat niet zomaar weg. Oké. Ik ga het zeggen, maat. Zeg het. Ik ga je missen. Zeg het. Ik ga je missen. Zeg het. Ik ga je missen. Goed zo. Nee, niet echt. Ik hou niet zoveel van. Ja, ik ga ze wel missen. Ik heb toch wel een band gecreëerd met iedereen. Wat voor band? Autoband. Leef. Teampje, wij hebben allemaal opdrachten gekregen afgelopen weken en die hebben we voltooid. Tenminste, ik vind dat we dat goed hebben gedaan. We hebben even teruggeblikt over hoe het allemaal is gegaan. Maar aan het begin van het hele avontuur was er een man, die heette Gijs, welbekende Fantamannetje. En ik wil hem nog even bellen om te vragen hoe hij vindt dat we het gedaan hebben. Hey, Kelvin met Gijs. Yo, Gijs. Hey, met Kelvin. Goedemorgen. Hoi. Hey, Jules wil even wat aan je vragen. Dus, Nou, wij vroegen ons af, want we hebben natuurlijk heel hard gewerkt. Wij vroegen ons nou af. Of wij zijn geslaagd. Ja, voor jullie ontzettende mooie zomercampagne bedoel je waarschijnlijk. Ja. Ik kan je vertellen dat ik echt met heel veel plezier naar jullie heb gekeken. En als ik kijk naar de mensen die ook naar jullie hebben gekeken, zijn dat ongelooflijk veel met heel veel positieve reacties. Oh yeah.
luisteren. Dat was hem weer de Basis met Calvijn serie. Hopelijk hebben jullie alle weken genoten van de super toffe video's en alles wat we gemaakt hebben. Ik wil het basisteam bedanken voor al hun inzet. Ik wil Fanta bedanken voor deze unieke kans. Want zonder hun had ik nooit deze 4 nieuwe vrienden gemaakt. Dus dat is super nice. En ik wil natuurlijk als laatste jullie bedanken. Want zonder de kijkers was dit nooit gelukt. Alle comments, alle video's bekeken, alle views, alle inzendingen. Dankjewel daarvoor. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer. Groetjes!